hoe ben jij begonnen, man, met draaien? Door jou. Nee, maar nu even serieus. Hoe ben jij begonnen met draaien? Hoe? Nee, maar hoe? Op je computer, op je... Vertel dat. Misschien zijn er heel veel mensen die denken van... Ik wil wat hij doet, man. Dus vertel. Nou ja, hetgene ding wat ik had zoiets... heel toevallig dat ik deze man niet tegenkom. Want ik had zoiets van, ik wil doen wat hij doet. En, nou goed. Uiteindelijk ben ik gewoon begonnen met mixjes maken op de computer. Dat is het makkelijkste, lekker gratis. Fast tracken ben ik begonnen op dit moment. Als je zou willen beginnen, begin met Fruity Loops. Download dat samples, knip het uit andere platen. Lekker knippen en plakken en creatief bezig zijn. En ja... Draaitafels zijn dure apparaten. Wees verstandig, koop geen baggerapparatuur, want ik krijg spijt van na 2 dagen. Nee, is oké. Nee, ga. Ja, ik wou net zeggen. Nee, en verder, ja, het belangrijkste is dat je gewoon creatief bezig bent en dat je ook echt bezig bent. Dus dat je heel veel mensen die praten alleen maar over hetgene wat ze graag zou willen doen. Of we gaan rappen, we gaan produceren, we gaan beats maken, we gaan house maken. But a lot of people ain't doing dick shit. Dus gewoon lekker aan de slag gaan, lekker kloten. En ja, een beetje sparen, draaitafels kopen en flink oefenen. Wat je ook doet, blijf vooral kritisch en neem jezelf niet te serieus. Dat schiet niet op. Begon je dus, je zegt net dat je bent begonnen met fast tracker en zo en zelf knippen plakken. Begon je met eigen producties maken of ben je begonnen met mixes maken? Dus mashups, dus a cappella's van een ene op een instrumental. Maakte je eigen mixtapes of ging je echt alleen eerst gewoon muziek maken? Ik ben eerst begonnen met een vage combinatie van drum en bass en breakbeat te gaan produceren. Gewoon echt puur eigen tracks maken. En toen is dat op een gegeven moment uitgewaaid naar het draaien echt. En nu kom je dat met produceren, draaien, alles in één en zo. Ja, nu een beetje Warband Army inderdaad, produceren, draaien. Stukje MC'er erbij, ja, evenementen organiseren, alles erop en eraan. Heb je ooit vinyl gedraaid? Dat is voor de mensen thuis, zijn die platen die je ouders nog in de kast hebben staan. Die grote zwarte dingen met gaatjes erin. Heb je daar ooit wat mee gedaan? Ja, ik heb mijn draaitafel nog staan en ik heb echt bakken en bakken vinyl thuis staan. Dus die staan allemaal lekker stof te vergaren. Dat is op zich wel zonde. Maar dat is misschien ook wel een wijze les. Koop geen dingen waarvan je dus, weet je, over 2 jaar zoiets hebt van, waarom in godsnaam? Begin inderdaad met computerdingen en bouw het langzaam uit naar een cd-speler om te kijken wat het kan. En koop meteen goede shit. Dat wil je basically zeggen. Waar werk je nu mee? Ik werk op dit moment gewoon nog met Fruity Loops. Net zoals mensen als Afrojack en Layback Luke werken ook met Fruity Loops. En iedereen heeft dat zoiets van, ja, het is een stom programma, je kan er geen kwaliteit mee maken. Layback Luke, ik bedoel, niet uit Say More. Ja, verder rest, je hebt tegenwoordig niet veel nodig dan gewoon je huistuin en keukenlaptop. En gewoon een maloot erachter die het gewoon rockt. Ik heb het al vaker gezegd, op de Dirty House CD staat een gast van 15. Die gewoon thuis op zijn laptopje van zijn pa een trackje heeft gemaakt. Als ik dat niet meer aanzet, maak ik net waar ik hem aanzet, breekt gewoon de tering uit op de dansvloer. Dat gewoon gaat helemaal los. Dus de tijd van €150.000 kost in de studio's is lang voorbij. Als een 15-jarige met een laptop al een praktisch een hit kan scoren, dan kan jij het ook. Wat voor gevoel geeft het je als je een track van iemand draait en mensen gaan los? Dan denk je van oké, ik heb een goede track opgezet. Maar wanneer je daarna een eigen edit of een eigen track, wat, vertel me man, wat gaat er door je heen? Adrenaline? Nee, ja, je bent zelf ook DJ. Jij weet het. Ja, maar ik ben nu even niet de DJ, gast. Nee, maar ja, als je staat te draaien en mensen gaan los, is het gewoon echt adrenaline rush. Er is maar één ding beter in het leven en dat is als je echt fucking nodig moet pissen en 3,5 uur al niet naar een wc kan. Alleen dat is beter. Ik weet nog wel iets beter, ouwe. Nee, geloof me, kom niet in de buurt. Oké, meningsverschil. Nee, maar ik heb het meer over het gevoel van oké, ik zet nu een plaat op, want ik bedoel, dit is Fato Gonzalez. Ik bedoel, heel veel mensen kennen hem, maar hij is nog niet die gast die iedereen kent. Als je weet toch, mijn moeder kent bepaalde namen en dan zeg ik Fato Gonzalez, dan zou ze niet kennen. Nee, maar dit is geen dis. Maar weet je, hij stapt naar de. Hij gaat sowieso helemaal daar naartoe, maar hij is er nog niet. Maar stel, je draait zo'n plaat van zo'n gast die al helemaal daar is. Je draait daarna een plaatje van Fato Gonzalez. Die knakker uit Spijkenissen, die is helemaal ADHD, helemaal gek. Het zou mijn broertje kunnen zijn. Gasten gaan helemaal door het lint. Wat denk je dan over die gast die al daar is? Heb je dan niet zoiets van, wat ben je fucking nep of blijf je humble? Heb je zoiets van, weet toch, ik vergeet niet waar ik vandaan kom, alles dit, dat. Nee, ja, ik heb altijd zoiets, Moet je niet stiekem lachen? Als ik... Ben je niet zo'n bitch? Eerlijk. Nee, ja, als het gewoon een dope plaat is, als jij gewoon een mensen dope plaat maakt met een studio van 3 ton, ja, so the fuck be it. Maar, ja, elke plaat die rockt is een plaat die rockt. En waar die vandaan komt, boeit mij niet. Of dat die nou vanaf de straatstenen komt, of uit een hele rijke studio. Het gaat mij eigenlijk om de eindstand de productie. Over het algemeen boeit het me vrij weinig wie hem gemaakt heeft, als het maar rockt. En hoe kom jij aan je muziek? Ja, voornamelijk via internet. Waar? nou ja,
Is dat geheim? Alles moeten kopen, maar ja, je weet zelf ook wel dat er een hele hoop gedownload wordt. Er worden verschrikkelijk hoeveelheid onderling uitgewisseld tussen DJ's. Promo's, edits, dingen die niet uitkomen, dingen die nog niet uit zijn. En ik probeer er wel naartoe te gaan dat ik wel steeds meer dingen ga kopen, want alles produceer je ervan op. Dat is een feit. En dan wil ik mijn laatste vraag nog doen. Voor mensen die thuis zitten en echt lekker bezig zijn met de muziek en een beetje draaien erbij. Wat is volgens jou nou een goede manier om out there te komen? Ik bedoel, qua exposure, qua misschien een clip, qua een track, qua DJ'en. Wat? Geef ze een tip, die mensen thuis die echt zoiets hebben van, weet je, ik heb toffe muziek, maar nu wil ik daar komen. Het enige wat je nodig hebt is een product. Dat is het belangrijkste. Je moet jezelf niet langer gaan zien als ik ben Pietje of Sjaak die gewoon muziek maakt. Je moet jezelf gaan zien als een product. Je moet gaan denken in de ogen van de discotheek. Van waarom zouden die mensen mijn godsnaam willen hebben? En je staat in een discotheek als DJ voor baromzet en voor entreegeld. En voor verder rest heb je geen enkele functie. Want je bent al om de mensen te entertainen. En je wordt wel eens geboekt als je een product bent. Dus je moet een toffe mixtape of iets hebben. Je moet toevallig een heel bizarre track hebben. En toen ik begonnen ben, heb ik al gezegd van nou, het recept voor een bekende DJ worden in Nederland is simpel. Leer een klein beetje draaien. Produceer een dikke track. Hij gaat geboekt worden. Het is heel simpel. Je moet als DJ, als je als DJ aan de bak wil komen, moet je gewoon de productie hebben. Zonder productie ga je er niet komen. Dus eerst al het papierwerk, imago, misschien pers, alles tot in de puntjes geregeld. Misschien een YouTube-clipje of zo, samen met Douwe.nl, wat is dat ding? Toch? Douwe? Douwe doet dat soort dingetjes ook, kan leuke dingen doen. Check iemand die daar in thuis is, maak een flashy video. Ga naar clubs, zet het op cd's, noem het maar op, geef het aan dj's. Bezoek elk feestje waar jouw muziek gedraaid wordt. Geef promo cd's, dat soort dingen. Ja, promo cd's, het belangrijkste is inderdaad dat je een product bent en vervolgens gewoon gaat babbelen. Dus op de juiste feesten, met de juiste mensen gaat praten en proberen overal tussen te komen. En het is lastig, maar als je een goede artiest bent, dan kom je er sowieso wel tussen. Maar je moet, you gotta be out there. Dus je moet wel komen met wat. En op het moment dat jij overlaat komen via al je media-uitingen dat je de shit bent, dan gelooft iedereen ook dat je de shit bent. En dan word je er ook voor geboekt. Oké, dat is duidelijke taal. Ja. Daar ben ik je heel dankbaar voor. Dat we toch nog een beetje serieus iets kunnen bewerkstelligen op deze zondagochtend. Zullen we kappen met dat serieus? Zullen we samen gaan douchen? Het is te warm, ouwe. Ah, nee, maar dat is toch... Kom op, man. Afsluiten en shit. Hey, wij gaan afterparty, mensen. Ik vind het allemaal best. Laters.